ik ga je vertellen dat je hier vandaag is gekomen als mol. Echt waar? Nee, is dat echt zo? Nee, serieus? Oh, wat vet! Zo, Anna. Hallo, Max. Hoe voel je je? Vrolijk. Ja, kijk, dat is stom. Ik ben een beetje opgelucht dat het eruit is. En blij. Ja, ik krijg gewoon superleuke reacties. What's not to love? Ik ben helemaal in shock. Ik heb dat hele dingetje nog eens de revue laten passeren. Ik sliep met Anna op een kamer. Dus ik ben wel echt in shock, ja. Hey Kees, hoe in godsnaam ben jij zo ver gekomen? Nou, inderdaad. Je denkt die jongen die snapt echt niks, maar kennelijk toch wel genoeg om zo ver te komen. Ik was vooral aan het genieten, want het is heel mooi daar en zo. Ja, jij was gewoon vakantie aan het vieren daar. Een soort vakantie met een beetje opletten, maar het zijn natuurlijk kleine dingen. Ik heb natuurlijk wel een beetje mensenkennis, maar ik was wel in shock dat Anna het was. Verkeerde selfies bij het worstelen. Minuten bellen verspillen voor niks. De vogelverschrikker hint. Dennis Wening die Mockingbird Hill zingt. Alle paarse tinten, de Rossa Rio. En jouw hoofd op het mingeld. En toch ben jij niet de mol. Kan gebeuren. Kan gebeuren. De eerste paar afleveringen was je weinig in beeld. Waardoor komt dat? Mijn rol die ik wou hebben is de rol die overblijft. Dus als we al een haantje hebben, een ADHD'er hebben, dan ga ik gewoon in de schaduw staan achter de schermen. Dus ik was in de eerste afleveringen zo veel mogelijk aan het verstoppen. Nou, Fons, gefeliciteerd. Nou, wat ontzettend vriendelijk van je. Je was een erg mollende kandidaat. Was dat een bewuste tactiek? Ja, zeker weten. Ik moest ervoor zorgen dat ik de boel kon ontregelen en dat iedereen op mij ging zitten. Dat ze dachten, hij is de mol. Je kreeg eigenlijk ook continu de schuld van alles. Wat doet dat met jouw zelfvertrouwen? Ja, ik ben erg onzeker geworden. Ik wil eigenlijk niet meer uit bed, maar het is toch gebeurd. Op YouTube en op Instagram, TikTok gaan de meest wilde theorieën voorbij. Heb je het een beetje gevolgd? Ik heb er echt van genoten. Ik moet eerlijk zeggen, mijn favoriete theorie, wil je die weten? Graag. Ja, dus de zilveren mol-theorie. Dus AG, Anna is in Brera. AG is het symbool voor zilver op het periodiek systeem. En het atoomnummer is 47. En er ging dus een theorie over dat ik in binaire getallen iedere keer op de plek van de 1 zou staan. En dan in combinatie met de nulletjes zou ik dan... De groepsfoto. Op de groepsfoto. Zou ik dan een getal... Als je al die eentjes en nulletjes bij elkaar op zou tellen, dan zou daar het getal 47 uitkomen. En dan zou je daarmee weten dat dus 47 het atoomnummer van zilver de mol zou zijn. Nou, briljant! Wil degene die dit bedacht heeft mijn persoonlijk bericht sturen, want I love you. You're my kind of people. Ben jij nou echt zo aanrakerig? Aanrakerig? Oh, omdat ik altijd achter degene... Altijd achter de afvallen. Kijk, let even op. Iedereen raakt diegene aan binnen 3 minuten. Maar als je er vlak achter zit, ben je natuurlijk al gauw de eerste. Ja, maar jij zat er wel altijd. Ja, toeval. Echt stom toeval. Jullie maken daar van alles van. Er was helemaal niks. Wat vond je daarvan, dat we daar van alles van maakten? Hysterisch. Ik vond het natuurlijk enig dat iedereen mij verdacht. Zo lachen. En jongens, ik stond heel erg dichtbij. Toen kwam er een moment dat ik de ketting vast had die Babs moest vinden. En op het moment dat ik die ketting vast had, zie ik haar uit mijn ooghoek links echt op me af sprinten. Maar echt... En ik denk, oh my god, daar komt ze. En ze heeft gezien dat ik op die ketting kijk, dus ik loop zo... weer weg. Ze zag het dus blijkbaar niet. En de volgende dag vroeg zij aan mij, dus dat was voor het speeddaten, hey, heb jij je haar met henna geverfd? En ik dacht alleen maar, oh my god, die schmink. Ze ziet de schmink. Dus ik zo, ja. Ja, ken je dat, henna? Ja, wordt je haar heel zacht van. Dat was oprecht een van mijn allermeest zenuwachtige momenten. Dus het feit dat zij eruit ging als eerste, was een combinatie van totale verbazing en opluchting. Omdat ik dacht, zij is degene die mij door gaat hebben. Maar dat was dus niet zo. Bij het speeddaten, daar heb jij er wel voor gezorgd mede dat er €6.000 in de pot kwam. Ja, dat voelt niet helemaal lekker. Het is wel heel veel. Ja, dat is veel geld. Mede door jouw tactiek. Ja, nou kijk, ik dacht, mensen gaan toch niet mee in mijn tactiek. Want er zijn 6 mensen die willen helemaal niet mijn tactiek volgen. Maar alles bij elkaar hebben ze toch gewoon al die topito's eruit gestemd, ja. Het enorme bedrag van €6.000 in de pot. Balen. Ja, balen. Ja, wat kan je zeggen? Was niet de bedoeling. Je was afgevallen in aflevering 1. Het groepje werd een beetje aangevuld met Jip en met Justin. Hebben jullie nog met elkaar gesproken? Hebben jullie informatie uitgewisseld destijds? Nou, ik heb heel erg mijn best gedaan, maar ik kwam er snel achter dat
Jip eigenlijk op dezelfde persoon had gezeten waar ik op zat. En Justin die wilde niet echt informatie delen. Dus ik had niet zo heel veel aan hun informatie. Maar ik wist wel dat Kees het niet was en dat Tooske het niet was. Het enige ding wat ik wel moet zeggen is, dit is geen P, dit is een vlag. Dus dat was gewoon de spelfout in die testvraag? Ja, de Olympische Spelen. Ja, het is gewoon een vlag. Ja, ik heb er niks mee te maken gehad. Waren sommige opdrachten niet ook gewoon een beetje te moeilijk misschien? Ja, vond ik wel. Soms begreep ik het niet helemaal. Dan met die kruispunten? Ja, nou. Huh? En dat waren die kruispunten. En die werden dan, zeg maar, op dat bord zag ik ze in het Nederlands. Maar in de stad stonden ze in de Spaanse taal. En daar ging het mis. Dus New York is Nueva Yorka. Maar als het dan New York staat, dan maak je die link niet zo gauw. Kijken, niet kopen. De opdracht op de markt. Jij zat op de markt. Had je niet liever willen fietsen? Ja, ik had absoluut liever willen fietsen. Maar er zijn ook momenten dat je als mol een beetje voor het team... take one for the team, zeg maar. Ik wist natuurlijk dat de andere kandidaten daar op de markt liepen. En ik wilde ook niet dat zij gezien zouden worden. Dus ik moest daar ook een beetje de aandacht wegtrekken van de andere kandidaten. Ja, soms moet je gewoon iets anders doen dan wat de allerbeste molpositie is. Ook een beetje omdat je niet altijd op de allerbeste molpositie kan staan. Want dan wordt het ook verdacht. Kan jij een Rubik's Cube oplossen? Ja, sorry. Dit vond ik heel moeilijk. Dus we zaten op een boot. Allemaal spellen. Klassieke nerdspelletjes. Zeg maar dat met die vierkantjes. I know. Met die driehoekjes. I know, it's the kind of game I play. The Rubik's Cubes, I know. Maar ik moest me daar echt inhouden. Hey, heb je je wel eens versproken? Ik geloof op het moment dat die opdracht met Dennis erbij, dat ik dus tegen Jeroen heb gezegd, hij of zij... Spreek ik met Jeroen? Hij wil Jeroen. Was dat nou een echte verspreking dan? Ja, ik herinner me dat niet meer. En ik moet eerlijk zeggen, de enige die ik aan de telefoon heb gehad is Dennis. Nee, misschien heb ik één keer die vrouwenstem gehoord. Ja, ik wist niet dat de rest alleen maar vrouwenstemmen had. Dus ik kan me voorstellen dat het een echte verspreking was. Maar die zag ik eerlijk gezegd pas bij de uitzending. Hallo? Hey, Anne met Dennis. Wie? Wat? Wie is dit? Babs. Ah. Kijk, je hoort het heel duidelijk in die uitzending. Maar geloof me als ik zeg dat het moment dat ik de telefoon opnam, hoorde ik gewoon gepiep en gekraak. Het was echt niet te verstaan hoor. Ik hoorde wel een mannenstem en ik dacht nog bij mezelf, hoe kan dat? En achteraf snapte ik ook echt wel dat het Dennis was, maar ik heb niets verstaan van wat hij zei. Vonden jullie van papa? Ja, ik vond dat hij hartstikke leuk deed natuurlijk. Ja. Verdachten jullie hem ook een beetje? Nee, echt helemaal niet. Echt helemaal niet. Alle dingen die mensen dan zeiden van, dit zijn echt molle acties. Ja, maar dat doet hij thuis ook gewoon. Dus weg. De opdracht met de tafels. Wist jij wat waar lag? Ja, ik wist heel goed wat waar lag. Wat ik vaak dacht is, kijk, in het beste scenario gaat veel geld uit de pot voor mij. Maar als iemand anders al heel veel geld uit de pot speelt, dan is dat voor mij ook een heel goed moment om even iets minder verdacht te lijken. Dus het liefst had ik natuurlijk 3000 euro ook uit de pot gepakt, omdat het dan op mijn konto komt staan. Maar op het moment dat Rosario 3000 uit de pot heeft, dat wist ik, is het voor mij ook wel aantrekkelijk om te zeggen, ik pak even iets minder min geld. Ik heb getwijfeld tussen 1000 en 500. Ik heb toen gekozen voor 500, omdat ik dacht dat best wel veel mensen mij al verdacht vonden. Dus ik wilde iets minder verdacht lijken. En er 3500 euro uit de pot is echt top voor mij. Ja. Heel veel opdrachten met min geld. Werd je daar niet een beetje gek van na een tijdje? Ja, nee, serieus. Het was heel teleurstellend. Maar vooral ook omdat we op een gegeven moment een zin niet meer los konden laten van Rick. Want die zei, het leek zo simpel. En toen keken we elkaar aan en toen dachten we, gaan die zin gewoon tatoeëren of zo. Omdat die drong zo door. Dus het was heel confronterend. Kan jij nog één keer het telsysteem uitleggen van de Maya's? Ik zal het heel makkelijk zeggen. De meloen is 0, de stip is 1, de streep is 5. En hoe maak je dan 15? Dat is een... zak. Ik was heel slecht met die tuk-tuk natuurlijk. En er was een foto gevonden dat ik op een motor zat. Maar dat was serieus, maar ik heb 1 les gehad. Waarom? Omdat een vriend van mij dat voor mijn verjaardag gegeven. Dat ging helemaal fout ook al. Toen dacht ik, ik ga niks meer met die motor doen. Maar jij dacht... Ik dacht, die zit gewoon op een motor. Ja, nee, ik was echt aan het klooien met dat ding. Welke actie van de mol doet het meeste pijn? Oh, Charlie! What's your name? Charlie. Helaas, gaat het hier al fout? Hij zei Carlos tegen God. Hij heeft al 1000 keer Carlos gezegd. Ik kan me die naam zo goed herinneren. Charlie was echt...
Ik vond het echt, echt een meesterlijke actie. Deed me echt pijn toen ik het hoorde. In het begin vond ik haar heel lastig. Ik vond het te veel en te druk. En in het stadion had ze de hele boel verpest, vond ik. Wat natuurlijk nu ook blijkt dat dat zo was. Misschien wel een onderbuikgevoel. Over onderbuikgevoel gesproken. Je had erg last van je onderbuik. Ja, op de wc zitten de hele dag. Ja, nee, de hele nacht zat ik op de play eigenlijk. Want overdag nam ik dan een pilletje. Dat het allemaal gestopt wordt. En dan moest het s'nachts. Ja, nee, dus het was wel vermoeiend. Het was zwaar. Het was veel omdat ik ook mijn lijf niet onder controle had. Iedereen had diarree, buikgriep. Behalve ik. Is dat zo? Ik ben de enige die niet ziek is geweest. Maar ik vind nu wel eigenlijk, je verdient wel een herkansing. Zo. Toch? Nou, dat zou ik leuk vinden. Ja, nee, vind ik ook. Ja, en dan. En dan een beetje uitgerust, want dat was het ook. Hè. Ik was ook nog eens oververmoeid. En, En verbrand. Ja, dat was op het laatste. Ja, ik heb alles wel gehad. Dat heb ik nog niet gezien. Ja, en omhoog. En zij was gewoon letterlijk die bordjes met die woorden het water aan het gooien. Maar ik had het overzicht, dacht ik. Ik heb haar geen enkele keer gezien. Stom van je. Ja, dankjewel. Ik ga naar huis. Ik vond een dat bootje. Want daar had ik zware irritatie. Want Sor kon naar mijn idee niet roeien. Kon ook die dingen er niet vanaf. Dus ik was twee dingen aan het doen. En achter me hoorde ik de hele tijd Kees van la 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 la. En nou zie ik dus net dat Anna alles er ook nog uitflikkerde, uitdeed. Nou, die vond ik echt. Maar we waren zo druk met onszelf bezig dat we het niet hebben gezien. Wat vond je van die gelekte foto helemaal voor het seizoen? Waar jij ook zogenaamd op zou staan van dat orkest? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het bijzonder dat zoiets lekt. Ja, ik was het dus niet. Dus het was voor mij een beetje moeilijk. Daardoor wisten we wel dat je meedeed, terwijl jij het niet was. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, er is al twee keer eerder gedacht dat ik mee zou gaan. En toen ging ik niet mee. Dus ik dacht ook, ja, boeien, dan denken ze weer dat ik meega. Ja, wat maakt het uit. Maar nu, dat is een best wel late opdracht. En als jullie allemaal denken dat ik er dan nog in zit, dat is eigenlijk niet zo heel lekker. Maar ik wist ook, ik ben dat niet. En ik had niet die outfit aan. Dus aan de ene kant dacht ik, ik laat het gewoon zo. Aan de andere kant voelde ik toch een beetje de behoefte om te ontkrachten dat ik dat was. Want ik was het echt niet. Maar het is heel lastig, ja. Honestly, een van de moeilijkere momenten dit jaar. Ja.